Dan basketbal. Het afgelopen weekend werden er maar liefst 3 bekerfinales gespeeld in Sporthal Kleinduin. Om 3 uur speelden de rolstoelbasketballers en om 17:30 de meiden onder de 20. We gaan erover doorpraten met de voorzitter van de organiserende club, Grasshoppers. En dat is John Spaan. Welkom, John. Dankjewel, Lieder. Dankjewel. Dat zeg ik goed. Jullie moesten het organiseren ook voor de andere clubs? Wij waren uitgenodigd om het te organiseren door de Nederlandse Basketbalbond. En daar hebben we op ingespeeld, want het is een prachtig evenement en dat willen we niet laten lopen. En waarom, ja, dat was eigenlijk de vraag, waarom deden jullie het? Gewoon binnenhalen? Ja, nou, sowieso binnenhalen. En we doen het graag. En het is een aansprekende, dag, een finale dag. We hebben dat zelf vaak genoeg mee mogen maken bij anderen. En we willen dat heel graag nu zelf een keer doen. En we kregen hem toegewezen en daar waren we zeer verheugd over. En ja. Dan moet je het gaan organiseren. Is daar een draaiboek voor? Ja, nou, onderhand hebben we wat ervaring opgebouwd, hè, met de play-offs van verleden jaar. En we doen natuurlijk wel vaker evenementen. We hebben ook Nederlandse jeugdkampioenschappen georganiseerd. Alleen een bekerdag, dat is nogal wat. Hè. Het tijdschema, allemaal dat soort zaken. Hele snelle tijdswissel van teams. Nou ja, dat vergt best wel wat voorbereidingen. En een draaiboek, dat hebben we in de praktijk. Wijst het toch nog wel eens af en toe wat anders uit. Maar overal, we zijn tevreden. De Nederlandse Basketbalbond die komt dan bij jullie terecht eigenlijk voor een dagje Kleinduin? Nou ja, daar komt het uiteindelijk op neer. En wij zijn in dienst, zoals dat met een mooi woord noemen, voor de Nederlandse Basketbalbond. Wij organiseren dat ook voor de Nederlandse Basketbalbond. Die houden ook daar ook allerlei clinics met coaches. Het 3x3 kreeg bijzondere aandacht, omdat we als Nederland zijnde de wereldkampioenschap en de Europese kampioenschap hebben toegewezen gekregen in Amsterdam. Dus nou ja, daar komt dan weer een hele kliniek over, een hele sessie over. Dus eigenlijk grijpt de NBB aan zo'n dag ook voor allerlei soorten besprekingen, vergaderingen. Want ja, heel veel coaches, verenigingen, besturen zijn tijdens zo'n finale dag aanwezig. Ja, want is het dan ook de hele dag volle bak? Nou, de rolstoelen trekken natuurlijk altijd iets minder publiek. Alhoewel ik moet zeggen dat dat best 100% meeviel. Met meisjes onder de 20, dat was een goed gevulde Kleinduin. En de tribune zat vol en nog enkele plaatsen daarnaast ook. Dus dat was goed. Ja, en dames heen natuurlijk, dat spatte de kroon met 800 man toeschouwers. Ja, dus bij elkaar kijk jij terug op een aantrekkelijke dag. Als we het organisatorisch gaan bekijken, dan kijken we terug op een ontzettend goede dag. En sportief gezien natuurlijk, daar komen we denk ik straks nog wel eventjes op terug. Ja. Maar organisatorisch was het een hele goede dag. En alle teams die op bezoek kwamen, ook allemaal tevreden? Ja, alle teams waren tevreden. We kregen veel complimenten, veel lof. De mensen vonden het echt een feestje. Het was een finale waardig, zoals een finale hoort te zijn. In een hele goede ambiance, met heel veel sfeer. Kleinduin is natuurlijk een heel sfeervolle sporthal. We hebben een leuk aangekleed, we hebben er een arena voor gemaakt. En zo moet het ook zijn. Die speelsters of de teams in ieder geval, die zijn in de finale terechtgekomen. En dat moet lang bij hun blijven, dat ze in de finale gespeeld hebben. Want dat doen ze niet vaak. En als ze dan in zo'n arena mogen spelen, met deze ambiance, deze sfeer, met speaker, muziek, alles erop en eraan. Ja, mensen hebben echt genoten. En dat hebben we gemerkt. Er werden 3 bekers binnengesjouwd. Er werden 3 bekers binnengesjouwd, inderdaad. En die gingen dan ook weer met 3 bekers weer terug. Ja. Er bleef er helaas geen eentje in Katwijk. Oké. Goed, ja, je had het er al even over. De eigen dames 1, die speelde ook in de bekerfinale tegen Lek Detek. Ja. En wij waren erbij. Ja. Een sfeervol Sporthal Kleinduin, zoals verwacht eigenlijk ook wel. Want het is de landelijke bekerfinale. Tegenstander is LekDetek.nl uit Bemmel. En dat is de koploper in de competitie. En dat ze zien ook, want de Katwijkers redden het niet. De einduitslag is 67-85 in het nadeel van Grasshoppers. Ik denk dat we gewoon heel hard hebben geknokt, dat ten eerste. We hebben goed samengespeeld, met name in het begin. En ik denk dat we gewoon goed hebben gespeeld aan het begin. Alleen hun schotpercentage is killing. Ja, want het begin ging het echt nog wel lekker gelijk op. Ja, zeker. We hebben ook heel goed gespeeld. Met name het begin was gewoon heel erg goed. Dat ging gelijk op, ondanks het feit dat zij echt gewoon heel goed schoten. Ze hadden echt een enorm goed 3-puntspercentage. En de rust was het 60% wat ze schoten. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om dat bij te houden. Maar dat ging ons nog aardig af, ja. En is dat dan balgevoel of is dat misschien toch een beetje de spanning van zo'n finale? Van ons bedoel je? Nou, ik weet niet. Zij schoten gewoon heel erg goed. En natuurlijk, je zit in het heet van de strijd. En die wedstrijden gaan altijd hard. En het begint in een razend tempo, als het ware. Maar dat ging van beide kanten gelijk op. Maar ja, zij,
zij bleven gewoon heel lang goed doorschieten. En dan, ja, dan merk je op een gegeven moment dat je daar dat je toch tegen een kleine achterstand aanloopt. Mooi aan basketbal is wel dat je het eigenlijk en helemaal met grasshoppers. Ja, dan weet je gewoon ja, je weet dat ze nooit opgeven. En met basketbal kan gewoon alles gebeuren. Dus ja, je moet wel gefocust blijven. En dat is gelukkig wel gelukt. En ja, de laatste 2 minuten dan weet je het wel. Dan sta je 20 voor. Dus dan in principe weet je dat hij mee naar huis mag. Ja, want hoe voelt hij nou, die beker? Ja, heerlijk. Daar kan je niet aan wennen, aan winnen. En gaat hij nou bij alle dames een keer een nachtje mee naar huis? Of? Nou, dat hoeft niet. Dat doen we niet. Hij gaat lekker nu mee de bus in. Misschien even met champagne gevuld. En dan komt hij in de kantine te staan op een mooie plek. Het is eigenlijk een eenmalig event. Hoe moeilijk is het om je dan nu weer op de competitie te richten? Niet zo moeilijk. Nee, we gaan gewoon door. En ik denk dat we onze leer moeten trekken uit deze wedstrijd. Ik denk dat we een heel hoog niveau hebben aangeraakt, met name de eerste helft. En daar moeten we gewoon op voort gaan beduren. En dat gaat ons kracht geven om verder die play-offs in te gaan. Ja, het was mijn avondje wel, Tjon. Het was een heel pittig avondje. En het was een mooie avond. En we keken daar met z'n allen ook echt naar uit. We wisten niet welke kant het op zouden gaan. Tuurlijk, Lectatec is een ontzettende goede ploeg. Sterke ploeg. Hebben de Final Four gewonnen. Stijn is stabiel. Hebben nog maar 1 wedstrijd verloren. Het is de te verslagen ploeg. Dan krijg je het ploeg van ons. Jonge ploeg. We hebben eigenlijk het hele seizoen met alleen maar blessures gespeeld. Het team is nooit samen geweest. En dan moet je eigenlijk in topvorm zijn om Lectatec in deze vorm te kunnen verslaan. Dus met gemengde gevoelens ga je dus de strijd ga je dus aan. Je bent gespannen, je leeft naartoe met z'n allen. En dan krijg je zo'n wedstrijd. De wedstrijd was echt een mooie finale. Ik ben er hartstikke trots op, maar ik ben wel berustend. Berustend in het feit dat uiteindelijk de winnaar, dat de terechte winnaar was. Ja, want hoe volg je dan zo'n wedstrijd? Want je bent ook organisatorisch verantwoordelijk. Ben je nou alleen maar aan het kijken, gaat het goed? Of pik je ook nog wat mee? Nee, goed, een beetje gemengd. Ik loop ook door de zaal heen. Ik luister, ik observeer en ik kijk. Want uiteindelijk wil je dat het voor iedereen een feestje is. En ja, toeschouwers kunnen zich ook wel eens te buiten gaan. Hè, in de heet van de strijd en met emotie. En daar wil ik dan bij zijn. En ik wil dan corrigeren daar waar het nodig is. Dat was gelukkig niet nodig. Natuurlijk, er zijn wel dingen dat je zegt van nou, dat had misschien iets anders gekund. Maar het is allemaal keurig gebleven. Bemmel is goed publiek, fatsoenlijk publiek, weet zich te gedragen. Waren luidruchtig, maar ja, het was een feest voor iedereen. Ook voor ons als vrijwilliger en als organisatie. Ja, want je zei ook voor de uitzending tegen me dat de besturen liggen elkaar, de clubs liggen elkaar. Absoluut. We hebben een goede we hebben nou geen samenwerking, maar we hebben een goede relatie met elkaar. En die is gebaseerd ook echt op respect, wederzijds respect. Als er een incident is, op wat voor daarna het ook, dan zitten we op 1 lijn met z'n tweeën. En dan praten we daar ook over, de 2 besturen dan in dit geval. En dat voelt goed en dat voelt vertrouwd. En het eerste wat ik ook doe in dit geval, als Lectatec de beker behaald heb, de titel, ik feliciteer de bestuur oprecht. En dat meen ik ook, ik gun het ze van harte. Ja. Wordt hard gewerkt. Ja, en hoe verklaar je dan, om er toch nog heel even op door te gaan, want ik heb die wedstrijd ook gezien, aan het begin gaat het allemaal gelijk op, dat op een gegeven moment al die 3 punten erin gaan bij dat Lectatec. Is dat balgevoel, is het zenuwen aan de andere kant? Nou, kijk, op een gegeven moment met inschieten, je hoort het vaker van de spelers, op een gegeven moment met inschieten, dan voelt men wat. Als die bal dan goed valt en dat lukt dan 2 keer, lukt met 3 keer, dan gaat het zelfvertrouwen gebeuren. Dan gaat de wedstrijd beginnen en als dan 1 of 2 schoten ook raak gaat, dan gaat het gewoon lopen. Nou ja, als je nou nagaat, je hebt meegemaakt, maar er waren 16 driepunters. Dat zijn 48 punten van de, volgens mij 82, als ik me goed kan herinneren. Ja, een schotpercentage van 60% is ongehoord en zeker met drietjes. Jordi Kaartman schiet gewoon 18 punten erin op basis met 6 driepunters. Dat is gewoon een ontzettend hoog percentage. Nou ja, als je daar tegenaan loopt als tegenstander en bij jou lukt het dan net niet en bij de tegenstander lukt het dan weer net wel. Nou ja, dan krijg je iets wat tussen de oren gaat zitten. En ik zal niet zeggen dat dat gebeurd is, maar je loopt wel, zoals Sharon dat ook al in dat interview gaat, dan ga je achter de feiten aanlopen. En dan terugkeren op een achterstand tegen een ploeg als Lectatec, wat zo oppermachtig is dit seizoen, dat is een hele lastige opgave. En ze hebben Karin Kuit. En gelukkig komt hij uit Katwijk, om het zo maar even te zeggen. Dus ze hebben toch nog een heel klein beetje de beker.
Maar nee hoor, het is Karin en het team gegund. Maar moet Karin niet gewoon bij de zussen zich voegen? Of werkt dat niet zo? Ja. Kost tijd, hè? Kost allemaal tijd. Want even voor de kijkers, 3 van de zussen zitten bij Grasshoppers. Ja, 3 van de zussen. Succesvolle familie. Absoluut. Anja was al heel succesvol natuurlijk in het verre verleden, de moeder. Ja. En Karin is de oudste van de 4. Karin is natuurlijk bij ons grootgebracht, zoals dat met een mooi woord zeggen. Karin is daarna naar Bemmel toe gegaan en daar is ze zeer succesvol. En gelukkig had moeder Anja en vader Floor nog 3 dochters. En dat is Fleur, Sonja en Ilse. En daar zijn wij als vereniging hartstikke blij mee en heel erg trots op. En Karin loopt nog af en toe rond bij Glashop. En Glashop. En Karin is gewoon van harte welkom. Dus, nog heel even over die geblesseerden. Ja. Zaten er 4 op de bank, hè? Ik dacht 5 zelfs. Gaat dat nog goed komen? Voor dit seizoen, Eline, dat is een lastige. Die had al eigenlijk van tevoren gezegd van, ik denk niet dat ik het gaat redden dit seizoen. Maar goed, ze is sportvrouw, om het zo maar even te zeggen. En dan wil je ook deelgenoot van maken. Maar of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Maar Riek is nog twijfelachtig. Dan krijgen we Sonja, die natuurlijk ook een hardnekkige blessure heeft. Ja. Die rust die is denk ik goed. Hè, als we ons gaan plaatsen voor de play-offs, ja, dan hebben we ook Sonja hebben we ook hard nodig. En wie heb ik nog meer gezien eventjes? Ik heb er nu 3. Carola, ja. Carola Menken, dat is een korte blessure. Ja, ik was Carola even kwijt. Goed dat ik die naam ook een beetje kent, ja. Carola, dat is een kortstondige blessure. Dus dat komt wel goed. Met een beetje geluk richting de play-offs. Ja, daar heb ik wel vertrouwen in. En stel dat ze volgend jaar weer komen aankloppen, willen jullie weer de bekerfinale doen dan? Dan zijn we van harte welkom. Goed, bedankt voor je komst, John. Graag gedaan. En we gaan